Dan staan al die vrouwtjes om ons heen van, hé, toch die dekkels dan, maar die kennen niet tegen die spanning. Je weet toch van, die zitten echt te kijken van, er komt security. Maar wij zijn het al zo gewend, want ja, wij doen niks. Die lul hangt eruit en we zijn gewoon pissen op de tafel. Hey. Jawel, zoals je ziet, Royce en Drenthe hier. Welkom bij Vice. We moeten toch Quinn en Frank naar voren halen, die is gewoon marinier, dit, dat, alle gekkigheid. Die door met alle wapens te schieten en dat soort gekkigheid. En dat was echt mijn body in de buurt. Als hij praat over Glocks, als hij praat over machinegeweren, dat soort dingen. Is allemaal gewoon normaal om in de modder te schuiven ter protectie van je eigen country. Als ik geen voetballer was geweest, had ik waarschijnlijk hetzelfde als hem gedaan. Ja, ik denk dat ik wel in de discotijd zou willen zitten, ja. Gewoon met die groovy broeken en zo. Vooral om het feit dat mijn moeder zoveel mooie verhalen heeft over mijn vader. Mijn vader is om het leven gekomen toen ik 3 jaar oud was. Maar in die periode was mijn vader een van de populairste mannen in Rotterdam. En als je dan naar foto's terug gaat kijken, mijn vader deed hem niks om zeg maar een gele schoen aan te doen en een paarse schoen. Ja, kettingen, t-shirts, alles. Hij was gewoon zeg maar een grondlegger. Zelfs mijn zoontje is er nu mee bezig. We waren laatst op de Nieuwe Binnenweg. En dan waren we in die broodjeszaak waar mijn vader dus op dat moment uitliep, op het moment dat hij werd geliquideerd. En ik zei dat dus gewoon tegen mijn zoon, kijk nou, dit is dus de Sranang waar opa dus om het leven komt. Dus dan probeer je hem niet helemaal gek ermee te maken, maar je probeert wel steekjes te geven dat hij weet van, hé, dit is met jouw opa gebeurd. En dan is de Audi Q7, total los. Ik was net 20, ik had net getekend bij Real. Q7 gekregen van de club. Had op dat moment een slokje op. Er was een noodgeval gaande. En ik kwam dus zeg maar noodgedwongen tussen al die politieauto's en alles. En ik ram zeg maar vol in een andere politiewagen. De bijrijder van de politie, zeg maar, een andere politieman, die lag groggy. Dus ik dacht van, what the fuck. Maar was natuurlijk speculatie om van, was Drenthe dronken of was hij niet dronken? Nou, Real heeft toen afgesproken met de commissarissen van, hey, dit is wat we naar buiten brengen. Rarara. Maar die man die daar groggy liet, die wou niet akkoord gaan met hetgene wat Real allemaal had aangeboden. Die andere politie had zoiets van, ja, dit geld ga ik zeker aannemen. Begrijp je? Dus mijn rechtszaak heeft zeker 1,5 jaar tot 2 jaar geduurd met die meneer die zeg maar damage had. Maar die heeft die rechtszaak uiteindelijk ook verloren. Ja, ik denk dat, wat zou ik doen? Ik zou het sowieso familie inbegrepen houden. Nee, niks familie. Ik zou iets lijps doen, man. Ik zeg gewoon eerlijk. Ik zou schapie citroen even leeghalen of zo. Ik vind het geen eng idee, maar het is wel echt een eng gevoel. Heel veel mensen zeggen dan heel makkelijk van ja, oud worden we allemaal. Maar ja, wie wil niet jong blijven, begrijp je? Tuurlijk, het is allemaal part of life. Ja? Ik heb al grijze haartjes. Daar lig ik niet echt wakker van. En ik denk ook niet dat grijze haren mij heel erg lelijk zouden gaan staan. Kaal worden ben ik wel erg bang voor. Dus ik denk op het moment dat ik echt kaal ga worden, ben ik zeker de beroerdste niet om mijn haarimplantaten te gaan doen. Maar ja, als ik dan de dingen weer hoor van maatjes voor pijnen doet, want ik heb 2 maten, die hebben haarimplantaten gedaan. En die zeggen, die pijn is het niet waard. Wat is apocalypse? Stel dan wat. Nee. Ik ga nooit schuilen bij geen enkele collega. Dat is geen goede vraag. Collega's is moment van. Begrijp je? Collega's worden ook vrienden van elkaar op het moment dat ze alleen met elkaar samenwerken. Op het moment dat jij niet meer werkt bij die club of ontslag neemt bij dat, zijn die collega's je net zo snel vergeten. Die sturen echt geen kaartje met de verjaardag. Tenzij je echt goede vrienden bent geworden. Begrijp je? Nee, ik zou bij Brian Kemp, mijn beste maat, gaan beschuilen dan. Die heeft een stevig huis, die heeft een stevige visie. Die vrouwen worden helemaal gek van ons. Doe je dus normaal? Heet toch van die gekke streken wat wij als op festival samenlopen. Zijn we dus te lui om iedere keer naar de wc te lopen. Om het feit dat het gewoon bizar slecht geregeld is, iedere keer met die wc's. Plus het zijn allemaal van die vage wc'tjes. Dan staan we gewoon tegen het podium aan het zeiken en dan staan al die vrouwtjes om ons heen van, hé, toch die dekkels dan maar, die kennen niet tegen die spanning. Je weet toch van, die zitten echt te kijken van, er komt security. Maar wij zijn het al zo gewend, want ja, wij doen niks. Die lul hangt eruit en we zijn gewoon aan het pissen op de tafel.
Zo, gaan we eten?